Oké. We gaan vandaag een beetje Tetris spelen, want daar had ik zin in. Dus hier zijn we. Battle 2P. Je speelt hier tegen iemand anders. Bij Tetris Friends. Ik speel tegen iemand anders. En ik ga gewoon proberen van hem te winnen. En ik had die muziek had ik uitgezet. Tjonge jonge, volume muziek. Huppakee. Zo, oké, die schrijven we nog steeds onder. En ik ben vrij slecht in Tetris. En ja, dat dus. Ik heb geen flauw idee hoe mensen er goed in kunnen zijn eigenlijk. En dat meen ik. Dus zeg maar, en dan heb ik het over van die enorm snelle. Dus echt van die, hoe heet het? Hoe noem je die dingen? Van die Tetris-machines, zeg maar. Dat je gewoon ziet van, hoe doen ze dat? Zoals de snelste Tetris-player en zo. Hallo, hé. En ik dacht, hé, laat ik gewoon wat Tetris gaan spelen. Want dat is leuk of zo. Dus ik zit hier gewoon een beetje Tetris te spelen. Ik ben er niet goed in. Dus, dit kan wel eens leuk worden. Zo. De zaak is, ik ben dus de linker, ja. En de tegenstander is rechts. Dus dat is kakking leuk. En ja, dat is. En scheid. Oké, zo, die daar. Hup, die daar. En dan zo. En de zaakjes zitten hier dus beter. Om dus zeg maar meerdere stroken van Tetris tegelijk te maken. Want je maakt de stroken. Ik heb nu 7 lines. En ja, dat is. En ja. Ja, dat is het. Gewoon 7 lines heb ik nu. Kak, ik kan niet meer omwisselen. Dat maakt het vrij irritant. En zo, want ik heb de omwisselknop gevonden. Sinds vanochtend. Dus we doen nu zo. En zo. Hup, die daar. Zo. Tududududududu. En ik kwam op het idee. Oh. Oké, ik heb gewonnen. Bluh. Oké, we gaan opnieuw. Oké, ik had exact hetzelfde blok bewaard. Help! Oké, dan maar zo. Help! Line! Op een of andere manier. Help! Ah, ik had bijna een line. Oké, tegen een moeilijkere tegenstander. Hup! Oké, we proberen zo snel mogelijk lines te maken, want dat is goed. Zo. Kijk eens aan. Zo. Oh, schijt. Zo. Oké, het was niet slim. Kan ik nog omwisselen? Nee, ik kan niet omwisselen. Wat leuk. Dat is echt geweldig van dit spel. Je kunt je blokken gewoon niet meer opnieuw omwisselen. Oké, goed zo. Kijk eens aan. Kijk, dit is nou leuker dan Fortnite, jongens.